afgelopen 2 jaar die zijn als een soort van jongensboek hebben ze zich ontvouwen. En, het is niet dat ik ooit een jongensboek gelezen heb vroeger, maar als ik er eentje zou lezen, dan zou je eruit zien zoals wij dit afgelopen 2 jaar hebben gefunctioneerd als band. Alle dromen zijn uitgekomen die je ooit als 16-jarige puber voorschetst. En dan bedenk je, ja, dit is pas het begin. Ja, dan wil ik niet weten waar het eindigt eigenlijk. What did Victor just do? He said, fuck you guys, I'm deleting this shit. Victor, did you say fuck you guys, I'm deleting this shit? Yep. Slap him in the face. Look, it's gone. It's a go. It's gone. Fuck, deleting blowers. Dat John Coffey in 2012, 2013 succes heeft gehad, ik denk dat de grondslag daarvan ligt wel echt in november 2011. Dat we eigenlijk zonder letterlijk een cent op zak, zonder dat we eigenlijk wisten wat we gingen doen, een avontuur zijn aangegaan om in Zweden te gaan opnemen. Bij een man waarvan we dachten, die heeft een plaat opgenomen waar wij heel erg fan van zijn. Dat vinden we zo helemaal fantastisch. We moeten naar hem toe. We hadden een crowdfunding filmpje opgenomen waarin we zeiden dat hij ons ging opnemen, terwijl hij dat nog lang niet had toegezegd. Dus we hebben altijd een beetje in het rood gezeten erin. Uiteindelijk is alles goed gekomen. Maar ja, ik weet niet of dat geluk is. Misschien heeft het ook gewoon zo moeten zijn. Maar ja, laat ons even de studio zien, Chris. Dit is Zweeds voor garage. Ga maar goed. Joh, zo ben ik dan ook weer, hè? Hey, dit is de hal. Joh. Je ruikt de koffie. Good morning, Lutje. Hoe gaat het? Gaat goed? Gaat het goed? Goed. What are you doing, Pelle? I'm fixing all your mistakes. That's not nice. It's Sunday. Chris, dit is niet je eigen versterker, of wel? Het is niet mijn eigen versterker. Wat is het verhaal? Ja, ik dacht ik doe gewoon avontuurlijk en ik speel gewoon op. Niks van mijn eigen spul, behalve mijn stemapparaat. Dat is gewoon een goed betrouwbaar korgje. Dit is hem. Mijn oude vertrouwde korgje. Hij doet het nu niet, maar dat komt omdat hij... Maar deze gebruik ik ook. Zo'n lekker dingetje, hoor. Ja? Oude vertrouwd Pelle, hè? Waar we het net over hadden. Ook van Pelle. Oude vertrouwde Pelle sound. Ja. Nou, is er iemand geïnteresseerd in basgitaren? Oh, nee. Het opnemen van bas, dat stelt geen reet voor. Omdat je met één droog signaaltje zo strak mogelijk moet zijn. Tussen 6 uur en 8 uur 's avonds. Nadat de hele dag drums en of gitaren de studio hebben kapot gemaakt. Maar het idee dat je daar met een hele toffe producer aan de gang bent, dat is gewoon heel tof. En 2 weken lang alleen maar met geluid bezig bent of met chillen, is echt geweldig. Iets waar je zoveel maanden aan hebt gewerkt. Je hoort het soort van echt worden. Je hoort het echt een nummer worden. In je hoofd. Want je hebt allemaal demo's opgenomen. Ja, dat is allemaal baggerkwaliteit. En dat verander je ook nog eens 10 keer. Maar dan hoor je uiteindelijk het resultaat. En dan, dan ben je gewoon trots. What I'm using for this record is the brand new SG Classic. It's one of the Swedish companies made it. You can't play the solo. Screwed up. Couldn't play the solo. Add some coffee now. Impress him. Hell, not for us, for you said I wrong. Walk on. Walk 45 miles for you. Tiffany, I'm gonna sit in the face, yeah!
28 augustus 2012. Duurt nog een maand voordat de plaat uit moet komen. En ik heb op dat moment al 8 maanden geleden mijn laatste zangtrack opgenomen. Dus ik zat 8 maanden daarvoor. Ik wil deze hele plaat aan mijn hele familie laten horen. Dus ja, dat is de reden dat ik een plaat opneem. Mijn familie en mijn vrienden moeten horen wat ik kan. En ja, dan komt op 26 september uit mijn hoofd. Nou, ergens eind september is dan eindelijk die dag daar dat Tivoli open gaat. En dat we in een uitverkocht Tivoli uiteindelijk onze plaat presenteren. Aan een zaal vol met familie en vrienden. En mensen die er op tijd bij waren. Utrechters. Ja, dat was de dag dat alles samenkwam. Dat was mijn plaat met mijn stem. Mijn droom lag daar te koop. Voor 12 euro. In ons geval was die plaat af, was die gemasterd. Stuurden we hem op naar Jaapie, onze boeken en andere partijen. En er was me afvragen wie wilde. Zo van, wie wil? We hebben hier een vermogen ingestoken. Allemaal zelf, voor het grootste gedeelte. En nou, hopelijk willen jullie. Dus dat is dan weer een gok. En die pakte ook weer goed uit. En alle media, die vonden het ook tof. Waardoor het uiteindelijk weer bij de schakel komt die het allerbelangrijkste is, de mensen. En die vonden het ook weer cool. Dus ja, dan is je cirkeltje rond. Tweede album Bright Companions namen ze op in Zweden met de producer van The Hives. Muziekkrant Oor bestempelde het als de beste Nederlandse harde plaat van de laatste jaren. En nu toeren ze door Nederland en zijn ze bij ons. John Coffey, David, David. Dat geeft al zo erg aan wat voor groeicurve je hebt gemaakt, weet je wel? Van je plaat uitbrengen, echt net je hakken over de sloot, Tivoli de Helling uitverkopen. Daar dolgelukkig over zijn. Je denkt, oh, dat is mooi meegenomen. En dan vervolgens gewoon fucking 20 popronde shows doen. In Duitsland in iedere kleine klote toko spelen. Je ziet ook dat je filmen bent. Nee. Niet? Nee, dat is hem. Je ziet gewoon niet wat je het filmen bent. Hij zit een aantal mitsen maar aan dit mooie ding. Die ga ik je zo uitleggen. Maar hij doet het wel. Ik vind eigenlijk geen idee of we nu wel scherp zijn. Maar je kunt het een beetje zien. Het is altijd scherp, alleen je weet niet wat je filmt. Dat is de aan- en uitknop. Of dat is de opnameknop. Vet. Hé jongen. Heb je eigenlijk de zin, jongen? Heb je eindelijk je zin? Hé, we moeten wel echt snel er vandoor. Ja, dat is al 5 uur geweest. Nou ja, ik vind dit echt gewoon niet kunnen. Hij heeft wel een lekker lijf, die middelste. Jongens, oortjes dicht hoor. Dit gaat hard. These are the stories of our lives. Well, my dear, so as you said, darkest lies, vultures will gather. Oh my god, I'm never going. Hey, hey, Sjors, hoe gaan we dat eigenlijk doen vanavond met de backline? Nou, dat zal ik eens even vertellen. Nou vraag ik hem wat dan af. Oh, Gertje heb ik meestal. Gert, iets meer pils op mijn podium. The state I'm in could have hold itself forever. Oh my god, I'm never coming. Oh my god, I'm never coming. I can see them coming for me. Ja, je ziet dan echt zo langzaam zeker gewoon iedere keer zie je stapjes maken. En je ziet ook dat mensen, de hoeveelheid mensen die inhaken, begint ook steeds meer toe te nemen. Ja, dat is zo vet. Iedereen heeft 1,5 uur vrije tijd. En dan spreken we weer af bij het station. Hey, we hebben serieus, laten we gewoon bij elkaar blijven. Ja. Mensen crowdsurfen, stage diven, alles meezingen. Wat echt totaal bizar is om ook terug te zien, weet je wel.